Welkom bij Demo op dinsdag. We gaan lekker aan de gang met een portret. Hoi, ik ben André en ik maak gravuren. Dit is hout. En dat hout, dat zijn bekistingsdelen. Die komen uit China via de Akbo. Dat is een handelsmaatschappij hier in Doesburg waar ik woon. En je ziet heel vaag dat er een portret in basislijnen opstaat. Ik ga vandaag focussen voornamelijk op het haar. En de dingen heel langzaam maar zeker ophalen. Net als bij schilderen werk je heel gelaagd. En dat betekent dat je niet in één keer bam, alles zwart maakt. Of in één keer alles heel hard erop zet. Maar ik zet het heel dun met kalk erop. En dan ga ik daarna het ophalen. Nou, ik heb hier een andere gravuur staan. Waar ik erg tevreden over ben is hier het haar. Dus daar ga ik nu eigenlijk mijn eigen stijl, om het zo maar te zeggen, continueren en een beetje kopiëren. Nou, here we go. De truc is dat je met een brander zoveel hitte produceert dat het hout direct verkleurt. En afhankelijk van de stand en de snelheid van de brander kan je dan de kleur van het haar in dit geval bepalen. Nou, ik laat het licht daar vandaan komen. Dat betekent dat ik aan deze kant het meest donker ga maken. Dus aan deze kant mag het best wel vrij pittig, de haartint. Ja, gravuren, dit is, zou ik zeggen, autonoom werk. Dus niemand die mij hier een opdracht voor geeft, maar wel. Een inspiratie is hier nog wel een foto. Ik maak ook vrij werk. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Ik maak ook vrij werk. En het vrije werk is. Dan puur vaak een illustratie die ik eerst maak. En op basis daarvan maak ik daar dan weer een gravuur van. Ik heb onder andere nu een troostproject met Dirk Engelhagen. Om de 14 dagen op vrijdag publiceren we daarin. En vind het eigenlijk wel leuk om te horen wat jullie daarvan vinden. Dus mocht je dat leuk vinden, kijk op Facebook of op mijn website andrebikker.nl. Dan zie je het troostproject. Ja, het nadeel van oud hout is natuurlijk dat het alle kanten op gaat. Ook de minder goede. Dus hier bij die naad moet ik eventjes een beetje afstand nemen. Lijkt of dat. Daar komt hij. Nog even de verlegers. Die branders die kan je gewoon vullen met een gas van een gasaansteker. Nou, je ziet eigenlijk dat ik een soort verhitte dots maak. Maar ik probeer wel wat spel daarin te brengen, dat het niet allemaal een soort gelijkwaardige stippen worden. En een donkere plek, daar ga ik op aanhaken. Hoe korter en feller ik deze beweging maak, hoe korter en feller ook mijn stippen zullen worden. Nou, deze brander heeft. Daar komt hij. Je hebt deze branders allerlei soorten en maten. Dit is een beetje een middenmaatje. Hierboven zit de brûlé-brander. Dan heb je daaronder eigenlijk nog de stormaansteker. En dan kom je al snel in de wat zwaardere gasbranders, waar ik ook wel mee werk. Soldeerbranders, dakbranders. Maar is voor dit nu niet zo relevant. Maar dat komt wel een andere demo. Ik probeer hem aan deze kant ietsje lichter te houden, maar wel al aan te sluiten bij wat ik al gedaan heb. Nou, nu zie je de contour zie je al aardig komen. Ik ga hem aan deze kant nog ietsje zwaarder maken. En de haarlijn hier ietsje speelser.
donkere partij, dus daar ga ik nu op aansluiten. Hier zit zijn vinger, dus die mag iets strakker. Zo. Nou, wat is het unieke van deze techniek? Is dat je geen contact hebt met het materiaal. Dus je zou kunnen zeggen, het is bijna een soort airbrush met vuur. Je spuit bijna met vuur. Dus je hebt niet echt dat je... je hebt op geen enkele manier dat je het materiaal aanraakt. Want als ik dat doe, dan heb ik fik. En je ziet dat ik best nog redelijk veel afstand moet bewaren om mezelf te redden van een verbrand paneel. Zo, ja. Je ziet dat dit nou een beetje dat kopje begint te worden. Deze ronde ben ik nog niet helemaal tevreden over, maar dat komt wel. Ik ga heel voorzichtig de vingers van de hand ophalen. Schaduw. Je moet even goed naar kijken. Want kijk, hier loopt deze vinger, die loopt hier. Tot in het aangaande eindje loopt. Ik kan die dingen gewoon via de achterkant vullen. Eigenlijk kan ik het beste doen als die koud is. Maar goed. Ik heb daar redelijk wat ervaring mee, dus dat durf ik dan wel weer aan. Hier zit zijn oor. Zie je dat? Sla de schaduw over zijn. Dit is een heel hoekig stukje, dus er zit toch iets in deze die niet helemaal wil. Ik zie er helemaal geen zin meer in. Goed, we proberen even een andere te pakken. Kijk maar. Ja, deze doet het wel, maar kijk, hier heb je dus in die zin niks aan. Want die oranje vlam die is veel te koud. Niet voor op je huid, maar wel voor zoiets. Dus je moet hem echt op het puntje zetten. En op die manier kan je dan... Ja. Dat is de kunst om een beetje stabiel te krijgen. Nou, dan ga ik eventjes hier verder. Want ik vind het altijd wel mooi als je een klein beetje... Zo... Wat ik nu ga doen is hem wel ietsje harder zetten, omdat ik juist die, ja, die vlam die doet echt niks, dat lijkt heel stoer, maar het doet uiteindelijk helemaal niks. Maar ik wil hier iets meer body, iets meer achtergrond. Nou, dat heb je hier natuurlijk ook. Even kijken hoe ik dat bij die gedaan heb. Dan heb je de achtergrond juist in de houtlijn, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar daar heb ik de achtergrond juist staand gedaan, omdat de houtlijn zo is. Maar hier is de houtlijn zo. Het is ook weer logisch om je achtergrond ook eigenlijk een liggende te hard. Te veel gas. Even kijken. Nou, ik heb vandaag een beetje ruzie met mijn branders, jongens. Ja. Ja, dit is goed. Het is alles of niks, zie je dat? Zo, dan ga ik die achtergrond een kleur geven.
komt hij langzaam en zeker komt hij los van de achtergrond. Als jij zegt van hé, dit vind ik op zich ook wel mooi om te doen of om te hebben. Nou, doen zou ik bijna zeggen, zorg eerst dat je goed kan tekenen. Omdat dit echt een hele lastige techniek is. Dus ik geef er ook geen workshops in, omdat ik bang ben voor brandwonden en allerlei pijnlijke toestanden. Dus, maar als je zegt, hé, zoiets wil ik ook. Wat kost zoiets nou? Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Voor een tientje per maand heb je al een gravuur. Dat kan via huur een gravuur. Dus dat hele verhaal staat op de website gravuur.nl. Maar door een gravuur te huren, heb je eigenlijk heel snel zo'n gravuur voor elkaar. En je kan zelfs gewoon een opdracht geven en dan betaal je in 3 jaar zo'n gravuur af met elke maand een tientje. Hier krijg je nu een beetje een beeld. Hier laat ik het even zien. Zie je, deze is veel donkerder. Zo donkerder wordt deze niet. Het is ook een heel ander kind. Maar wel die sfeer. Ik zou zeggen, kijk even leuk mee. Ik check eventjes of jullie voldoende zien en of die loopt. Ja, we gaan goed. En ik heb even gezwaaid naar de kijkers, altijd leuk. En dan gaan we weer snel verder. Oké, okay, nou de ogen en de... die laat ik eventjes vandaag met rust. Eerlijk halve komt dat door mijn instabiele branders, dat durf ik niet aan. Dus ik focus even op mijn... op de hoofdlijnen. Om eventjes de vorm er weer goed in te krijgen. Ik volg hier nu mijn krijtlijnen. Zo. Hier zit de nek. Hier zit de kin. Hoppakee. Nou, dan zit hier de schaduw van het jasje. Wat hij aan heeft, ziet. Dan ga ik het ietsje. En dan het ietsje zwaarder maken. Hier zit de vouw in de hand. Hier zit nog een plooi. Nou, dan gaan we hier een paar vouwen in de jas zetten. Je hoort het aan het geluiden dat mijn branden gewoon, of het nou door de extreme luchtvochtigheid is, ik weet het niet, het regent hier nogal. Maar mijn branden is verre van stabiel. Ik ga het iets harder zetten. Nou. Wat ik zelf heel fijn vind, is als je, ook al werk je vanaf een voorbeeld, dat je op een gegeven moment dat voorbeeld durft los te laten. Dus dat je zegt van nou ja, ik weet waar ik naartoe wil, maar ik focus me ook gewoon op hetgeen wat ik nu hier heb, zodat ik me niet helemaal vastzet. He? Kijk, een kopie van de foto is helemaal niet zo interessant, want die is er al. Wat veel leuker is natuurlijk dat jij je eigen interpretatie daar aangeef. Zo, met vouwen. Nou, gaan we eens kijken of we hier iets kunnen ophalen. Ja, ik doe dat toch de volgende keer als mijn brander ietsje beter ietsje rustiger is. Want ik ben bang dat als hij opeens poep zegt dat hij gaat. Dus ik ga die achtergrond ophalen. Deze band die laat ik zo, omdat ik dat wel mooi vind. Dus ik laat die band, ga ik eerder even aanzetten. Een brand
ik benut eigenlijk de nerf, de liggende nerf, benut ik. Die ga ik soort versterken, die ga ik ietsje aanbranden. Waardoor de structuur van het hout een onderdeel gaat worden van het schilderij. Op een bepaalde manier wil ik hier meer rust, zodat het minder vlekkerig wordt, zou dat wel beter. En ook hier ga ik de zwaarste contrasten er even uithalen. Ik ga binnenkort een gravuur deluxe maken. Dat is niet op afvalhout, dat is op gladder hout. En met een lijst. Dus die krijgen een wat andere uitstraling als deze. Dit is echt afvalmateriaal. Vind ik ook erg passen bij de thematiek. Ik maak deze voor twee organisaties onder de kop 50-50 Art. 50-50 Art is eigenlijk het idee, wel even leuk om te vertellen zonder de herrie van een brander. Die gaat langzaam maar zeker wel uit als het goed is. 50-50 Art is werk waarin de helft van de opbrengst gaat naar of Stichting Table Mountain of GIM. En dat is een kinderrechtenorganisatie, een juridische organisatie die wereldwijd kinderen voornamelijk, maar ook volwassenen bevrijdt uit slavernij. En de opbrengst van dit soort portretten, dus de portretten die gemaakt zijn van kinderen in kwetsbare landen. Dit zijn foto's uit kinderen uit Zuid-Afrika. Die worden dus dan ook weer, zou ik zeggen, verkocht. Het beeld om die twee organisaties te ondersteunen. En daarom vind ik het ook wel heel erg mooi dat dit afvalhout is. Want zo lijken sommige mensen, instanties, systemen om te gaan met mensen. Alsof het afval is. En ik probeer eigenlijk het afval een tweede leven te geven. En op die manier met het geld ook weer die kinderen een tweede kans. Voor onderwijs, voor bevrijding, voor dat ze respect en dat ze autonoom een nieuw leven kunnen opbouwen. Nou, dat is even het verhaal achter de 50-50 Art, waar deze ook een onderdeel van is. Nou ja, het is een algemene schildervaardigheid, maar eigenlijk is tekenen en schilderen natuurlijk het verhaal van de contrasten. Dus zonder contrast geen beeld. Dus wat ik nu doe is de achtergrond donker maken, waardoor het kind naar voren komt. En ik probeer toch zoveel mogelijk ietsje scherper krijgen. Zo, en dan maak ik hier de aansluiting. En daar kan weglopen. Als het hout begint te glimmen, dan zit het richting brandpunt. Dat betekent dat het hout dan zo verzadigd is dat het gaat glimmen. Nou, dat soms zoek je dat op. Maar meestal blijf je daar net iets voor. Hier ga ik die achtergrondkleur juist afbouwen, omdat daar het haar weer donkerder is. Nou, als ik mijn branden ietsje zachter kan krijgen. Zo. Nou, eens even kijken. Ik heb 10 minuten voor deze demo. En het gezicht laat ik echt even met rust. Dan moet ik eventjes mijn branders upgraden. Als ik er nu naar kijk, vind ik dit opeens een veel te zwaar punt van het haar. Ten opzichte van het oor. Dat is net alsof er iets niet klopt. Dus dan moet ik eventjes goed naar kijken naar de originele foto. Dat laat ik nu even met rust. Dat oor daar wel zit. Dus eens kijken als ik het oor wat scherper maak.
Zo. Maar het is daadwerkelijk een rare plek. Wat ik nog wel kan doen is deze. Wat meer aansluiten. Dat wordt wel iets beter, maar ik heb toch het idee dat dit ietsje terug moet gaan vallen. Maar goed, daar kom ik nog wel op. Zo. Oké. Ik probeer altijd een beetje te kijken naar wat er in het hout zit aan nerf. En daarmee te spelen. En zoals je weet staat er in de werkelijkheid nergens een lijn omheen, dus probeer ook te voorkomen dat er echt hele duidelijke lijnen ontstaan en dat het meer in vlakken opgebouwd is. Misschien is dat lastig, maar het is niet te waard om te proberen. Nou, hier ligt al een hele mooie lijn, dus die trek ik zo een beetje door zo. Dan speel je een beetje met wat er al in het hout zit. En die dan niet helemaal alleen te laten staan. Zo. Pak je de volgende erbij. Zo. Nou, het begint aardig te tonen. Nou, even de laatste paar minuutjes over de branders. Dit is zo'n kleine stormaansteker. Het mooie van zo'n kleine stormaansteker is dat hier onderin een instelwiel zit. Er zit eigenlijk altijd daarnaast een veiligheid. Kijk, nu kan ik wel indrukken en zo blokkeert. Oh nee, dit is de stand, sorry. Dit is de stand. Dit is de verdere toevoer. Ja. En die veiligheid die zit hieronder, die moet je indrukken. Deze heeft zijn veiligheid op dit wieltje zitten. En vervolgens zijn toevoer en hier zijn veiligheid, zijn blokkade. Die je dan, zie je, kan ik hem niet doordrukken. Nou, zo heeft eigenlijk dat systeem werkt overal. Dit is een wat bijzondere, die heeft zowel een vlam als dus een gewone vlam van gewoon aansteken als die puntige blauwe. Plan. En dit zijn de brûlé-branders. Nou, al met al, die grotere branders laat ik nog wel even een andere keer zien. Die heb ik hier nu niet bij de hand. Die staan buiten voor de veiligheid. En wat is het idee? Ik wil volgende week weer een demo geven. Ik ga daar nog even de laatste paar minuten wat bijzondere dingetjes laten zien. In de zin van de fijnere technieken. Elke dinsdag, behalve de laatste van deze maand, want ik zelf een weekje op vakantie, geef ik zo'n demo met de uitnodiging van joh, zou jij de kinderrechtenorganisatie of Stichting Table Mountain willen steunen door zo'n gravuur? Dat mag ook naar foto, hè? Misschien heb je wel zelf een prachtige foto, dat zou ik willen. Je kan ook gewoon foto's insturen en een vrijblijvend een prijsopgave. Dat je, nou, dit zou ik gaaf vinden. Realiseer je wel 40 bij 50, om het zo maar te zeggen. Dat is even globaal dit. Dat is mijn kleinste maat, want kleiner kan ik niet werken. Daar kan je misschien wel iets bij voorstellen. Ja, dan even hier naartoe. Hier zie je wat verschillende dingen. Ik laat je even zien hoe zaken ontstaan. Kijk, als ik de vlam lang en vlak hou, dan krijg je eigenlijk vanzelf niet zo'n gestrekte vorm. Terwijl als ik hem er recht op hou, dan krijg je de cirkel. Als ik die cirkel heel lang wil, zie je, dan is het net alsof die als verf uitvloeit van middenuit. Dan zie je die stip, terwijl als ik hem zo, ja, dan is het ook slimmer om hem ietsje zachter te zetten, maar als ik hem zo doe en ik
ga heel kort. Dat is heel grappig, dan zie je eigenlijk bijna de vlam die weggedrukt wordt in het midden. Zie je dat? Een lichtere stip. Nou, wat lijnvoering betreft, als ik de lijnvoering, deze lijnvoering wil hebben, dan moet ik hem er eigenlijk pal op hebben. En dan krijg ik zo'n soort dubbele lijn. Als ik een rustigere lijn wil hebben, dan moet ik hem meer liggen. Dan krijgt hij de kans om meer dicht te branden. Door kalk kan je hem dus begrenzen. Dit is bijna meer een workshop waar ik jaren over gedaan heb. Geef ik nu bijna cadeau. Maar door kalk kan je hem begrenzen en die kalk die was ik dan weer weg met water. Dat is globaal eventjes wat je hier op ziet. Er zijn nogal veel meer technieken. Maar ja, er is ook nog zoiets als het geheim van de kok. Dus daar hou ik niet alles van in deze demo. Ik ga nog eventjes een klein slagje maken. Ik wil die hals en die kaaklijn nog voor jullie wat versterken. Oeh, we horen me stuiteren. Dat is echt slecht. Wat je wil is eigenlijk dat die mooi rustig brandt. Maar waarom je dat vandaag niet wil, weet ik niet. Zo. Ik zal even kijken of ik een andere brander aan de praat kan krijgen. Kop. Gasbussen altijd op zijn kop. Een paar keer aandrukken. En zo, als het goed is. Als je het te hard hebt staan, dus dit is hard zacht, dan blaast hij zichzelf weer uit. Dus kijk, ze moeten nu al helemaal zacht zetten. Al een beetje zoeken. Nou, het is vandaag echt met de brander prut met peren. Daar komt hij. Nou, nu heb ik nog wat fijne vlammetje. Kijk, je hoort hem ook, hè? Dit is hem. Gewoon moe, rustig, zacht. Kijk, en hier kan ik nu ook veel zachter. Ik zal even de lijn naast zetten. Nou, je begrijpt dat dit wel enige stabiliteit vraagt. Moet je niet doen aan een end hardlopen. Dat gaat niet werken. Zo, sluiting. En het opstakken van de pols. Zo. Hey, we gaan afronden. Ik vond het leuk dat je hebt gekeken. Delen mag altijd natuurlijk. Bezoek eens even gravuur.nl of andrebikker.nl. In Amsterdam is er op dit moment bij het Centraal Station schuin tegenover Centraal Station Uitloop een hele grote boekhandel en een hele leuke koffiehuis. Daar hangen ook een aantal gravuren van mij rondom die kinderslavernij. Nou, oké. Ik zie je graag volgende week dinsdag bij Demo op dinsdag 3:30 lang. Tot dan. Ciao.